Zuid-Korea heeft voor 2023 een bedrag van 1 miljoen Amerikaanse dollar aan Official Development Assistance, ODA, goedgekeurd voor Suriname. ODA is een vorm van ontwikkelingshulp die wordt gedefinieerd als overheidssteun om duurzame sociale en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te bevorderen, ter verhoging van het welzijn van de bevolking. Een Zuid-Koreaanse delegatie bevond zich tussen 5 tot 7 september in Suriname en deed toen de donatie. Het gaat om een bedrag van 600.000 Amerikaanse dollar voor LVV en 400.000 Amerikaanse dollar voor het AZP en COFAP. Het Korps Politie Suriname is onlangs gestart met de uitvoering van een veiligheidsplan om het veiligheidsgevoel van de samenleving te vergroten. In dit kader worden er onder andere preventieve maatregelen uitgevoerd, waaronder het houden van roadblocks. Tijdens recent gehouden roadblocks is er een toenemende mate van illegaal vuurwapenbezit geconstateerd. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat het bezit van illegale vuurwapens en munitie strafbaar is, waarbij overtreders in verzekering zullen worden gesteld. Het beleid gericht op jongeren, vooral risicojongeren, maar ook kansarmen binnen de samenleving, vereist een all-hands-on-deck benadering. In dit verband heeft minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vrijdag een ontmoeting gehad met Judith Wijngaarde, bestuurslid van de presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo. Het ministerie heeft een open deur policy om issues die leven bij de doelgroep in kaart te brengen en te werken aan duurzame oplossingen. Hulp van andere ministeries en andere sociale organisaties is hierbij van groot belang.